Ik neem hier mee uit eten. Heb je nog een goede tip voor me, Maaike? Ik denk dat ze de toegift wel zullen waarderen. Dan houd je toch altijd je zaken diners? Heb je wel eens ooit geen gelijk, Maaike? Ik kom vandaag niet meer terug, dus geen telefoontje meer. Heb jij Ineke de waarheid verteld? Nee, Wim. Ik heb geen flauw idee hoe ze er is achtergekomen. Je bent gek, Wim. Hartstikke volkomen gestoord. Je hebt me net zo goed belazerd met die zogenaamde zwangerschap van Nadja. Je bent het minste van het minste. Klootzak. Ja, hallo, hier met Fred van Leer. Nadja! Het is over, Wim. HB 7301, over. Zegt u het maar, over. Over. Op het Haakeind in Deurne, over. Mag u gaan naar de toegift, daar zou het een en ander aan de hand zijn, over. Wat is de precieze melding, over. De melder belt ons dat het daar wel eens gewelddadig kan gaan worden. Overige informatie volgt, over. Het zal gaan over een zekere meneer Schuurman, over. We gaan kijken, over. Een bedreiging met geweld in die chique tent? Ja. We hebben een extra gast. Als hij zich niet bij ons aansluit, doe ik ook aangifte tegen hem. Ik denk niet dat hij dan hierheen zou komen, Rem. Hij is hier met een reden. En, ben je er al uit? Jullie kunnen op mij rekenen. Ik sta aan jullie kant. Ik heb dit ook nooit gewild. Verstandige keuze, kerel. Schuif aan. Je hebt de juiste beslissing genomen, Fred. Je bent eigenlijk net zo goed slachtoffer van Wim en Nadja.
Geen alcohol meer voor mij. Dat is de B. Daar ben ik heel blij mee, meisje. Zo. En dan zou ik nu een toast uit willen brengen. Ik ben jullie zeer dankbaar. Jullie hebben mijn bedrijf gered. Zonder jullie had ik nu een enorm probleem. Niet zo moeilijk kijken, Fred. Het is je allemaal vergeven. We gaan er samen met Akian keihard aan trekken. De toekomst ziet er weer rooskleurig uit. Gentlemen, I'm very excited about our plans for a joint venture. It can only become a major success. I want to propose a toast to Akian Capital Investment and Albert Construct. May we design and build many beautiful things together. Here's to a successful future. To a successful future. Hey pa, kijk eens wie er is. Wim, je bent hier niet uitgenodigd. Dus je kunt rekenen op de steun van Fred, zie ik. Grappig. Ik denk dat je beter kunt gaan. Voor het ongelukkig gebeuren. Denk je ook niet? Hier eindigt het voor jou, Wim. We zijn uitgepraat. Ga nou maar. Weet je, Ineke, ik heb altijd veel bewondering voor je gehad. Wat jij allemaal wel niet van je echtgenoot geslikt hebt. Vertrekken, Wim, nu! Ik ben nog niet klaar met mijn verhaal. Ineke, ik heb me altijd al afgevraagd waar je het geduld vandaan gehaald hebt. Remco heeft je jarenlang bedonderd waar je bij stond en je hebt het gewoon laten gebeuren. En nu heb ik eens een misstap begaan en moet ik alles verliezen. Alles. En nu is het genoeg geweest, Wim. Het is afgelopen. Oprotten, nu! Staan blijven iedereen. Luister Wim, laten we een deeltje maken. Ik regel alsnog een mooi geldbedrag voor je, maar dan moet je wel je pistool wegdoen. Dit is echt niet nodig. Hij heeft een wapen. Bel versterking. Nee Remco, het is voorbij. Voor mij... Maar ook voor jou. En nu is het over, Remco. Dit duurt te lang. Ik ga naar binnen. Nee, we moeten wachten op versterking. Nee, dit duurt te lang. We moeten ingrijpen. Nu. Wim Schuurman, laat je wapen vallen. En houd je handen, zodat ik je kan zien. Je hebt alles van me afgenomen, godverdomme. Alles. Ik heb niets meer. Hier eindigt het voor jou. Pap!
Geen pols. Wil je nog wat drinken? Ja, graag niet.